Dag, mijn naam is Vincent Everts en op 24 november om 19:30 houden wij een webinar over Les Elektrisch, het nationale programma om bij de rijschoolhouder het hele EV-rijden een beetje te promoten met informatie, verhalen, ervaringen en ook hoe de toekomst gaat werken. Nou, als je bij leselektrisch.nl even gaat kijken, dan kun je meteen inschrijven voor het derde webinar hier, wat we hebben. En wat we daar kunnen doen is, je kunt je meteen inschrijven. En wat we gaan doen is kijken, als je met elektrisch rijden bezig bent als rijschoolhouder, wat zijn nou de ervaringen? En enerzijds de ervaringen met de leerlingen en anderzijds de ervaringen met welke auto's je moet hebben, wat de cost of ownership is, wat je met de huidige elektriciteitsprijzen moet. Daar hebben we een mooi programma voor. Dus je kunt je daar aanmelden en dan zie je hier even het programma. Eerst even, wat is dat nationale programma nou eigenlijk? En hoe kun je demo-auto's kun je gebruiken, zodat je er ervaring mee kunt opdoen? We doen een onderzoek waar we antwoord hebben op brandende vragen. Is elektrisch, zeg maar, in CO2 en euro's echt beter dan fossiel? Daar gaat Willemijn van Essen van de Hogeschool Arnhem over praten. Dan met Maarten Hagman van Laadpas Top 10 gaan we alles bespreken over, hoe zit het nu eigenlijk met die energieprijzen? En hoe kun je eigenlijk door andere manieren van energiecontracten gewoon zo 3 keer zo weinig betalen als de soms absurde prijzen die worden gevraagd? Vervolgens hebben we 3 rijschoolhouders die al tijdenlang bezig zijn met elektrische lessen. En die delen hun ervaringen qua kosten, qua ervaringen, wat op een gegeven moment goed is voor de leerlingen en hoe snel die dat eigenlijk accepteren. We gaan natuurlijk praten over code 78. En daarna gaan we ook met de branche praten en hoe de branche er eigenlijk tegenaan staat en hoe het ministerie bezig is. Want dit is echt gewoon iets wat we samen met elkaar doen. Dus ik wil je vragen, meld je aan op het webinar 24 november, 19:30 beginnen we. En het is natuurlijk live, digitaal, gewoon te volgen op je mobiel, op de desktop en ook vanuit de auto, als je dat wil doen. Oké, ik zie je dan daar.